opperste concentratie bij Anne. Ze doet mee aan het Nederlands kampioenschap. Voor ze het ijs opgaat, probeert ze haar hele oefening, of kuur zoals dat heet, al in haar hoofd voor zich te zien. Dan ben je gewoon zo geconcentreerd op wat je aan het doen bent. Dan lijkt het alsof je kuur aan het schaatsen bent, maar dan heb je het in je hoofd en dan moet je het ijs op en dan doe je het allemaal. Dat klinkt misschien makkelijk, maar dat is het niet. Anne traint dan ook veel, meer dan 20 uur per week. Omdat ik de top wil halen en dat kun je niet met één dag in de week schaatsen. Dus dan doe ik er alles voor om veel te schaatsen. Op haar vierde trok ze voor het eerst schaatsen aan en ze was meteen verliefd op de sport. Als ik bijvoorbeeld verdrietig ben of ik een rotdag op school heb gehad en ik kom op het ijs, dan ben ik het helemaal vergeten. Vorig jaar werd Anne Nederlands kampioen en dit jaar gaat ze weer voor de eerste plek. Ook al zijn de tegenstanders erg goed. Het wordt spannend. Nog even warm draaien en wat oefeningen doen en dan begint de wedstrijd. Het Nederlands kampioenschap is natuurlijk belangrijk, maar Anne droomt al van een veel groter toernooi, de Olympische Spelen. Ik ga ervoor 8 jaar, dan wil ik er sowieso hopelijk staan. En als het eerder kan, zou het nog mooier zijn. Maar mijn doel is wel over 8 jaar. En wie weet eerder, maar dat gaan we zien. Next skater on the ice van de Netherlands, Anne Lurling. Om dat doel te halen, moet ze nog meer gaan trainen. En dat betekent dat ze soms ook leuke dingen moet afzeggen. Ik moest er ook denken van of het is schaatsen of vriendinnen. Ik ben voor schaatsen gekozen omdat ik graag ver wil komen en de Olympische Spelen halen. En daar moet je veel voor doen, dus dan ging ik dat doen. En nu ben ik al best ver, dus dan ga ik nog harder werken om nog verder te komen. De jury kijkt ondertussen naar de oefeningen van vandaag. Het gaat lekker, maar het is net niet genoeg voor de eerste plek. Anne wordt tweede. Nou, ik mag er wel trots op zijn. En ik ben er wel blij mee, maar natuurlijk is het leuk om eerst te worden, maar ik gun het de anderen ook. Dus. Vandaag zilver, maar wie weet wat er over 8 jaar op de Olympische Spelen gaat gebeuren. Thank you.